Welkom in Bordeaux. Chef, hoe zit dat hier met dat dijkje? Voilà. Oula. S'il vous plaît, maestro. Wat zit er dan eigenlijk? Linkeroever van Bordeaux, 50 kilometer ongeveer van de stad. En eigenlijk is dit hier de Médoc, meer bepaald het stadje Pauillac. En geef toe, man. Dat is hier toch kei romantisch. Wow, wat gaan we doen vandaag? Wel, vandaag gaan we naar Château La Haye. Dat is het wijndomein van een Belg, van Chris Cardon. Hey. Hey. Een andere Belg. Alles goed? Perfect. Ik ben eigenlijk in de regio terechtgekomen via de Marathon de Médoc. Ik had er over vertellen in België. Ja. En ik weet het, dat is de eerste keer deelgenomen. En in 2009 heb ik een eerste domeintje gekocht in Pauillac. Ja. En dan 2012 Château La Haye. 2014 Château La Haye. Ik krijg daar kippenvel van. Hè? Iets mannelijker, iets voller. En het fruit is ook nog jonger. Hè? Zo echt zo de blauwe besjes, dat je precies rechtstreeks uit de natuur gaan halen zijn en zo direct in je mond stopt. Voilà, maak hier een kipje klaar. Met heel veel kruiden. Oep, en dat gaat perfect zijn met die mooie krachtige wijn. Ja, Dominic. Goedenavond. Hoe is het? Goed, goed, goed. Dag, madame. Ja. Kipje plaats. Voilà. Dat is hup. Mensen, ik stel voor dat we een keer toasten op de Belgen in Bordeaux. En op Château La Haye. En op Château La Haye. Salut.